Deze maakt glanzende lippenstift mat. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik wat nieuwe HEMA make-up uitproberen. Deze week was alle oogmake-up in de aanbieding, 40% korting. Dus ik heb even gebruik gemaakt van die aanbieding en ik heb een palet gekocht. Ook nog een paar andere dingetjes. Ik had ook nog wat HEMA make-up liggen, dus ik ga gewoon voor de volledige HEMA look vandaag. Ik ga beginnen met de HEMA Natural Skin Foundation. Deze geeft een lichte tot medium dekking en ik heb de kleur 01. Het is gewoon een hele natuurlijke foundation. Hij geeft ook gewoon niet zoveel dekking. Maar voor de hele natuurlijke look is die wel mooi. De kleur is ook wel goed voor mij. Dit is de Lip and Cheek. Nummer 61. Een beetje een oudroze kleur. Ik doe hem even zonder kwast. Dan kan je de kleur even goed zien. Er zit niet super veel pigment in, dus hij blijft vrij subtiel, net als de foundation. Voor mij mag een blush wel iets meer opvallen. Ja, meer kleur dan dit krijg ik ook niet echt eruit. Dus ik laat het gewoon lekker zo. Ik ga verder met de ooglook. Dit is het Nude Palette, nummer 08. Er zitten sowieso twee matte kleuren in. Deze twee. Nou, dat zijn sowieso wel kleuren die ik zou gebruiken. Er zitten ook een paar kleuren in met wat glittertjes erdoor. Hier zitten echt wat glittertjes door. Ik probeer in beeld te brengen. Eigenlijk het hele kleurenpalet zie ik mezelf wel gebruiken. Ja, dus ik vond het sowieso wel een mooi palet om erbij te hebben. Ik koop niet heel vaak HEMA make-up. Ik koop het vaak wel in een aanbieding, zoals deze. En wat ik wel regelmatig koop, dat zijn de eyeliners. HEMA heeft altijd hele fijne eyeliners. Ik heb hier een bruine eyeliner. Dit is gewoon een zacht potlood. Die gebruik ik vaak onder het oog. En ik heb ook een groene gekocht. Dit leek me wel een mooie kleur groen. Het is ook een beetje metallic volgens mij. Ik heb altijd heel veel verschillende eyeliners in allerlei soorten en maten. Wat altijd tussen mijn collectie eyeliners zit, dat is een dipliner van HEMA. Deze is bruin, ik heb hem ook in het zwart. En ik gebruik dipliners als ik echt een super opvallende eyeliner wil. Die de hele avond blijft zitten. Hier zit niet een kwastje in, maar meer, het ziet er meer uit als een stokje. Zo, hij is gewoon hard. Dus hij beweegt niet als je hem aanbrengt. En hier kun je gewoon een hele mooie, strakke, opvallende eyeliner mee maken. Ik begin wel even met deze matte kleur. Een beetje een lichte, koele kleur. Die doe ik ook even onder mijn oog. Nu de eyeliner. Ik vind het wel leuk. Je denkt dat het gewoon heel opvallend gaat zijn, maar eigenlijk valt het best wel mee. Eigenlijk is de ooglook zo al leuk genoeg met alleen de groene eyeliner. Maar ik wil die groene oogschaduw ook uitproberen, dus die gebruik ik er gewoon bij. En misschien wordt het er leuker van, of misschien wordt het er minder leuk van, maar ik wil hem in elk geval even uitproberen. Eigenlijk vind ik het wel leuk erbij. Hij overheerst de eyeliner niet, maar ja, je ziet hem toch wel. Dan wil ik nog even een lichte kleur hier in mijn ooghoek.
Is vrij subtiel. Misschien pak ik wel even die erbij. Die is iets meer metallic. Eigenlijk vind ik het wel leuk genoeg zo. Ondanks dat het allemaal groen is, is het toch een subtiele look. En het is weer wat anders dan de basic zwart en bruin. Eigenlijk wil ik op mijn waterlijn nog even een licht potloodje. Die heb ik niet van de HEMA. Maar ik heb er wel één, dus die ga ik even ophalen. Deze is van Essence. Hij is niet wit, eerder gewoon een beetje beige. Op die manier heb ik nog net even een iets meer contrast met die groen. Nu ga ik een mascara uitproberen van HEMA, de Curl and Length mascara. Een Curl and Length mascara met kokosolie. Een behoorlijk gebogen borsteltje. Het is een vrij natte mascara. Hij is niet droog. Nou hou ik zelf ook niet zo van die hele droge mascara's. Maar als een mascara te nat is, dan krijg je weer snelle klontjes. Ik durf eigenlijk bijna geen tweede laagje te doen. Misschien een klein beetje. Ja, je krijgt gewoon heel veel product op het borsteltje. Dus in het begin denk je dan, wow, wat een knoeiboel. Maar als je even doorgaat met de beweging, dan uiteindelijk haalt hij die klontjes er ook wel weer soort van uit. Het is wel een vrij zware mascara. En hij is niet echt opbouwbaar. Dus naar mijn mening moet je dan gewoon na één laag stoppen, want anders dan krijg je echt hele dikke klonten erin, denk ik. Zo met één laag is het effect op zich wel mooi. Het is niet een mascara die ik vaker zou gebruiken of kopen. Ik heb dan toch liever een ander borsteltje en iets minder product. Ik heb liever eentje die je wat meer kunt opbouwen. Dus ja, vind ik het een aanrader? Niet echt. Ik heb ook ooit een lipstick in de aanbieding gekocht bij HEMA. Er staat op, super glanzende finish. Dit is de kleur Raspberry. En hij zit ook helemaal dicht. En ik heb ook geen tester of zo gebruikt. Dus ik heb geen idee wat voor kleur dit is. Ja, lijkt me toch een soort van rood. Lijkt op zich wel een mooie kleur. Ja. Op zich wel een leuke lipstick. Ik vind hem bij deze ooglook niet zo mooi. Dus ik pak toch even een andere. Is die ook super shiny? Ja, hij is op zich wel shiny. Maar hij gaat er wel af. Ik heb ook deze ooit gekocht. Lipstick Transformer. Deze maakt glanzende lipstift mat. Dus misschien kan ik die dan proberen. Moet ik even een glanzende lipstift opzoeken. Nou, deze ziet er wel shiny uit. Deze heb ik ooit bij de Action gekocht. Dit is een metallic lipstift. Nummer 25, Copper Rose. Die past er wel wat beter bij. Eigenlijk is deze lippenstift, ja, hij is wel metallic, maar is die shiny genoeg om het verschil te kunnen zien met dit? Dat weet ik niet. Nou, ik ga het gewoon uitproberen. Ja, ik zie toch wel duidelijk verschil. Ik heb mijn bovenlip nog niet gedaan, mijn onderlip wel. Ik weet niet hoe goed je het kunt zien op beeld, maar in de spiegel zie ik het wel echt heel duidelijk.
dit spul werkt gewoon. Ja. Inderdaad, het metallic effect is nu gewoon helemaal weg. En het is nu gewoon een matte lippenstift. Ja, dat vind ik toch wel geinig. Dat vind ik wel een leuk dingetje. Dit is dan de look. Van de producten die ik vandaag heb gebruikt, vind ik het paletje heel erg leuk. Eyeliners van HEMA vind ik sowieso altijd een aanrader. Die lipstick transformer, die vind ik ook wel geinig. Wat een beetje tegenviel was de Lip & Cheek. Ja, ik heb hem wel eens eerder uitgeprobeerd. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik er toen van vond. Maar ik heb in de tussentijd heel veel blushsticks uitgeprobeerd. En als ik die dan vergelijk met deze, ja, dan valt dit gewoon een beetje tegen. Je krijgt gewoon niet zo mooie kleuren vanaf. De mascara vind ik ook niet echt een aanrader. Dus ja, sommige dingen zijn leuk, andere zijn minder. Dit was hem weer. Leuk dat je hebt gekeken en ik zie je weer bij een andere video. Doei!